Hi, goedemorgen. Ik had wat dingen besteld bij Chanel. En dat duurde een tijdje voordat ik dat kon ophalen of ging ophalen. Of dan maakt het allemaal niet uit waarom ik dat niet eerder opgehaald had. Maar ik heb het nu opgehaald, dus we gaan het proberen. Ik heb niet een full face, maar dat geeft op zich niet. We doen het gewoon met wat we hebben. Laten we beginnen. Ik pak even mijn bril erbij, want ik wil natuurlijk dingen kunnen lezen. De pootje is een beetje raar. Als eerste heb ik de Chanel No. 1 Red Camellia Skin Enhancer. In de kleur Soft Pink, dat is de lichtste kleur. Ik ga even lezen wat op de verpakking staat. Concentrated with red camellia oil and extract. This smoothing and perfecting enhancer boosts skin natural radiance infused with plant waxes and hyaluronic acid. This lightweight formula provides hydration all day. The complexion appears more beautiful and radiates with a youthful glow. Low coverage in apricot hued shades applies on its own or before foundation for the face. Zo ziet het eruit. Ik heb niks van de nummer 1 lijn. Gewoon helemaal niks. Dus dit is het eerste. Zo ziet het flesje eruit. In verhouding tot een. Ja, ik heb een heleboel foundations van Chanel. Maar die zijn allemaal een andere grootte. Laten we gewoon de andere Dior nemen. Zo. Dit is het verschil. Het is best een flinke fles. Ja, kijk. De Chanel Le Beige is zeg maar zo. Dus ongeveer even groot. Dus vierkant. En dan heb ik de Ultra Le Teint en die is zeg maar zo. En dan heb ik de Sublimage en de Waterfresh Tint. Die zijn allebei even groot en die zijn zo. Dus dat ik weet het niet. Er zit een bepaalde. Er zit geen consequentie in. Het wordt heel snel vies. Ik heb het één keer gebruikt gisteren, dat zal ik zo vertellen. Gisteren zijn we Dennis' verjaardag gaan vieren. Wat een ramp was dat. Bij iedere bestelling ging het fout. En uiteindelijk was iedereen klaar met eten voordat ik mijn eten kreeg. Ik kreeg wel uiteindelijk een flinke korting, maar goed. Het was niet helemaal wat we gewend zijn van de valk. Dit geeft geen dekking. Het geeft wel een hele mooie glow. Dus dat is absoluut waar. Dan heb ik een proefje van de No. 1 Foundation. Dit is de kleur BR12. Dat is ook mijn kleur in de Sublimage. Dus ik dacht, nou dan doe ik die ook. En ik heb geen gewone concealer van Chanel. Dus we gaan het eerst even hiermee proberen. Het is heel inimini. Om het eruit te scheppen. Dit eindigde in mijn neus. Misschien doen we wel gewoon een dagje geen concealer op. Zullen we kijken of dit genoeg is?
wil ook niet te veel doen, zeg maar. Ik heb een spons en een kwast. En ik ga denk ik beginnen met de kwast. Ja, gewoon omdat ik eigenlijk een kwast altijd het fijnste vind. Wat ik zei, deze, ik weet niet of ik dat gezegd heb trouwens. Deze kleur is BR12. Dat is zeg maar de koele kleur. En dan de lichtste variant. In de gewone foundations heb ik bij hun gewoon 10. Ik ken deze foundation niet. Ik weet, dit ziet er heel glowy uit. Ik heb niet echt een idee of de foundation van zich. Ja, omdat ik dus de foundation niet ken. Weet ik dus niet. Even de neus met de spons doen. Of de foundation van zichzelf ook glowy is, zeg maar. Dat is misschien niet helemaal handig bedacht van mij. Dit geeft een mooie lichte tot medium dekking. Ja, de kleur is perfect voor mij. Sorry, ik ben terug. Ik heb de Chanel poeder even gepakt. Even de onderogen poederen. Want daar zit wel geen concealer dan nu, maar wel foundation. En dat houden we graag een beetje netjes, hè. Ja, de poriën lijken wel beter gesmoed, zeg maar. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat die dat je helemaal geen huidtextuur meer hebt, hè? Iedereen heeft huidtextuur. Dat kan je ook niet. Ik ga heel even. Zoals we eigenlijk wel kennen van mij, mijn hele gezicht. Nou, het is niet voor het poeder. Of voor de glans. Het is meer even het plakkerige laagje afhalen. Zo. Stoppen we die even gelijk terug. En dan heb ik de Catrice HD Active Performance. Dat is deze. Om even de poeder te laten inzinken. Even goed opsprayen om het poederige effect weg te halen, want het hoeft er niet droog uit te zien, zeg maar. Ja, dit ziet er gewoon echt heel healthy mooi uit. Met die poeder is de glow niet te, maar wel aanwezig. Het is niet glowy, maar wel radiant. Is dat zoiets? Ja, deze ga ik ook zonder de enhancer proberen. Want ja, ik weet dus nu niet wat de enhancer doet en wat de foundation doet. Ik ga heel even de dingen aanbrengen die niet van Chanel zijn en dan ben ik zo terug. Zo, ik heb even mijn wenkbrauwen gedaan en even wat bronzer gedaan. Want ik heb twee blusjes.
Als eerste heb ik de Blush Harmony in 797 Beige E Coral. Dat is deze, dat is de nieuwe najaarscollectie. Dat komt altijd in zo'n zakje. Met de mooie verpakking. Dat is deze. Die leggen we even hier. En dan heb ik de Blush Duo Tweed Effect. De Lettisage de Chanel. In 90 Tweed Pink Paradise. Dat is deze. En volgens mij is dit een voorjaars of limited collectie. Ook gewoon met de witte Chanel erin. En dat is dan deze. Deze is heel shimmery. Zie je het hier? En deze is meer peachy. We gaan voor de peachy vandaag. Dat maakt natuurlijk normaal gesproken niet uit. Waar heb ik mijn afval? Oh, dat ligt even hier. Deze moet ik nog gebruiken. We gaan voor de peachy vandaag. Dus dan doen we die roze even apart. Die ga ik dan gewoon binnenkort gebruiken een keer. Maar we gaan voor deze peachy vandaag. En dat is een hele mooie natuurlijke blush. Ja, ik vind hem heel mooi. Gaat ook heel mooi samen. Dit is een bronzer van Kiko. Maar deze blush gaan heel mooi samen. Dus ja. Goed. Dit is goed. Ik had ook een parfummetje, een proefje gekregen. Van de nieuwe Mademoiselle Eau Pour Le Nuit Night Fragrance. Ja, dat is dan zo'n dingetje. Maar ik vind hem gewoon lekker om de hele dag te dragen. Ik hou van de Mademoiselle geurtjes. Als laatste. Nee, niet als laatste. Ik heb nog twee dingen. Heb ik de Quad Les Quatre Ombres Byzantes. In de kleur 318 Parure Phénicienne. Dat is zeg maar deze. Dit is ook de najaarscollectie. Dit is volgens mij nog niet een deel van de kerstcollectie. Deze heeft een gouden logo. En dat is deze variant met de gouden binnenkant. Ik moet zeggen, ik heb hem al een keer gebruikt. Gisteren. En hij is wel mooi, maar het is niet iets wat je nog niet eerder van Chanel hebt gezien, zeg maar. Ik heb vandaag... Oh, ik heb wel de nieuwe lippenstift gekocht. Hebben jullie die gezien in die glazen verpakking? €165. Ik ga de donkere... Ik gebruik de donkere bruin om eigenlijk een beetje een soort lijn te maken. En die probeer ik dan een beetje naar buiten te blenden.
Er zit wat volhoud op. Dat had ik van de week niet. Maar toen, moet ik eerlijk zeggen, ben ik ook niet begonnen met dat bruin. Dit traanoog echt. Ik trek even mijn oog recht hoor, want het is anders niet te doen voor mij. Ik heb natuurlijk zulke hooded eyes, of overhangende oogleden. Ik pak even een iets groter kwastje. En dit is een... zo'n schuin afgesneden kwastje. Om heel even dat bruin wat breder uit te blenden dan dat die zeg maar pencil brush kan. Dan heb ik iets meer oppervlakte voor de kleur, zeg maar. Dit wordt een super makkelijke ooglook hoor. Want we doen dit en nog een glimmerkleurtje. Deze en de roze zijn de enige matten die hierin zitten. Dus dan weet je dat ook gelijk. En dan ja, doen we de zilveren. Die ook een beetje groenig lijkt op een of andere manier. Het is een hele bijzondere kleur. Maar het is meer een topper, zeg maar. Aan de binnenkant eroverheen. Zo. Dit is het. Ik zal een heel klein beetje onder mijn ogen doen van de donkerbruin. Om dat zeg maar samen te binden. Kijk, dit is gewoon een everyday look met dit palet. Is het heel bijzonder? Nee. Is het Chanel? Ja. De kleuren zijn zacht, zijn makkelijk, zijn opbouwbaar, maar zijn makkelijk te verwerken. Ik ga zo mijn mascara opdoen, want die heb ik niet van Chanel. Wat ik wel heb gekocht is de... En deze had ik al. Maar deze is voor in mijn tas. Dat is de Rouge Coco Flash. En volgens mij heb ik hem daar staan. Kijk even op naar de verpakking. Ja, volgens mij is dit hem. Ja, de Rouge Coco Flash. Die had ik dus al, maar het geeft op zich niet. Want dit is een van mijn favoriete kleuren. We doen even een lipliner op. Dat is er ook een van Kiko. Dit is de Rouge Coco Flash. Dat zit in zo'n verpakking. Dat is deze. Met een beetje glazige bovenkant. Dit is de kleur 54 Boy. En Boy is een absolute coole nude. Deze formule is shiny. Dat is op zich niet erg. Maar ik zou ook heel graag een matte boy willen hebben. Laten we het daarop houden.
Wat vinden we ervan? Ik wil nog heel eventjes deze binnenkantjes blenden. Zo. Ja, dat is beter. Dan nemen we een klein beetje van de Kiko Highlighter. Zo. En dit is de look. Moet ik alleen nog mascara opdoen, maar dat komt zo. Dit is wat ik gekocht had bij Chanel. Het ging me voornamelijk eigenlijk om deze. En de twee blusjes en de oogschaduw, die had ik besteld. Ja, deze had ik ook besteld. Die houden ze dan voor mij apart. De boy was een bonus. Dan zeg maar, die had ik al. Maar deze is voor in mijn tas. Ik vind het absoluut een mooie look geworden. De foundation ziet er mooi uit. De glow is... Deze is heel heftig. Maar met de foundation en wat matterende poeder overheen hou je eigenlijk een hele mooie natuurlijke radiance op je huid, zeg maar. Maar niet alsof je vet bent of zweet of zo. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Ik ben er heel blij mee. Ik ga mijn mascara op doen en dan ga ik aan de dag beginnen. En dan zie ik jullie heel graag... Oh, nee. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Doe ook even een duimpje omhoog als je je verheugt op de lippenstift die gaat komen. De 31 Rouge. En dan nog iets. Ik weet het niet. Veel te duur, hè? Maar ik ben een verzamelaar van Chanel. Ik ben een liefhebber van Chanel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog. Doe even een abonneer op mijn kanaal. Daar zou je me heel blij mee maken. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Dankjewel. Doei.